wel eens van mezelf, ik lijk wel een beetje een oliemannetje. Want die heeft zo'n oliekannetje bij zich, weet je wel. En als je ziet, de tandwieltjes niet helemaal lopen zoals ze zouden moeten lopen. Ja, dan kom ik langs en dan gooi ik daar een paar druppeltjes tussen en dan loopt dat weer beter. Maar het is me ook wel opgevallen hoe als individueel Kamerlid, hoe ontzettend klein je onderdeeltje bent van een ontzettend grote machinerie. Ja. Waar gaan we naartoe? Nou, ik heb een heel aardig stekkie. Oké. Okay. Want daar staan twee Volvo's. Ja, en dan gaan we daar even in de buurt. Ja, dan ben je nog steeds te duwen. Toen ik 12 was, toen droomde ik ervan om veearts te worden. Mijn vader had een jachtvriend, Harm Niehuis. Het was een vrijgezelle man. Het was een boer, wat ze in Groningen noemen, de boer. Hij had twee boerderijen. Hij woonde samen met zijn zuster. En hoorde dus op een bepaald moment, toen ik op de HBS zat, dat ik graag veearts wilde worden. Hij zei toen tegen mijn vader, stuur die jongen maar naar Utrecht. En ik zal wel zorgen dat het betaald wordt. Ja, maar zo zat die man dus niet in elkaar. Want hij zei tegen Harm Niehuis, dat is een mooi aanbod. Maar bij mij in het gezin is het zo, wat voor de een gunst is, dat wordt voor de ander een recht. En wat we dus voor die oudste van me doen, dat geldt ook voor die twee anderen. En aangezien ik weet dat we dat niet voor elkaar kunnen krijgen op deze manier, is het toch maar beter dat ik mijn eigen kinderen opvoed. En toen wist ik dat ik nooit veearts zou worden. Maar de centjes er niet voor. Maar ik klaag niet, hoor. Bij mij begon het al heel erg lang geleden, toen ik nog heel erg jong was en bij mijn ouders thuis woonde, als kind. Mijn vader was vluchteling en heel erg geïnteresseerd in democratie. Hij was gevlucht uit Tsjechoslowakije voor de communisten. Ja, wij praten thuis aan tafel altijd over politiek, over wat er gebeurd was die dag en hoe de politieke partijen daarop reageerden, wat mijn vader en moeder daarvan vonden. Dus dat is echt met de paplepel ingegoten. En dat heeft ook echt mijn interesse voor de politiek gewekt. Als er dan verkiezingen waren en we hadden toen in de jaren 60 een televisie, dan gingen we met het hele gezin op de bank. De uitslagenavond, en dan mochten wij opblijven en dan gingen we opschrijven in welke plaats, als het gemeenteraadsverkiezingen waren, een bepaalde partij had gewonnen en verloren. Dat was echt een hoogtepunt eigenlijk. Nee, ik moet ongeveer om 3 uur in slot zijn. Geer zijn we al. En dan even naar reizen. Nou, en als ik een klusje gedaan heb, dan is het wel een uur 4, denk ik. Dan moet even blijven. Dat andere mensen zien en zo. Dan ben ik om 7 uur thuis. Maar je eet wel thuis? Ja, ja. Ik had vanmorgen wat last van mijn medicijnen. Zo, een beetje geopbriesd. Nee, er mag hier altijd alles gefilmd worden behalve de kilometer tellen. Hè? Doen we niet, hè? Ik ben een volksvertegenwoordiger en op het moment dat iemand mij vraagt of ik hem op een of andere manier een advies kan geven of ik kan hem even helpen omdat hij een probleem heeft en ik vind dat zelf een serieus probleem, ja, dan doe ik dat. Ik vind dat een deel van mijn werk.
Ik ben een voorstander van dat eigenlijk twee verschillende soorten maximum snelheden introduceren. Eén voor normale mensen en één voor mensen die haast hebben. Zijn we daarmee geholpen, Ron? Soms denk ik wel eens bij mezelf, waar ben ik aan begonnen? Want dit werk neemt je echt volledig in beslag. Niet alleen als ik in het gebouw van de Tweede Kamer zit, maar ook 's avonds. Die telefoontjes en die faxen die blijven maar doorgaan. Die druk is eigenlijk constant. Ja, toen ik gevraagd werd om lid van de Kamer te worden. Ja, toen ben ik er voor mezelf niet van uitgegaan dat het 14 jaar zou duren. Want dat lijkt een heel eind vooruit hoor. Maar als je achterom kijkt is het eigenlijk niks. Dan is het zo snel gegaan. Nou, ik vind wel dat er collega's zijn die soms al 3 periodes zitten. Dus 12 jaar, soms nog langer. Die vind ik zelf een beetje uitgeblust overkomen over het algemeen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment ook juist iets anders doet. En dat je die ervaring als Kamerlid weer in de maatschappij gebruikt voor iets heel anders. Oh god. Ik zou net als iedere verslaafde zou gigantische afkikverschijnselen krijgen, denk ik. Ik ben er wel eens een beetje bang van. Aan de andere kant denk ik bij mezelf... Ja, je kan het ook niet heel erg blijven doen, hè? Nee, dat kan niet. Volgens mij is het hier achter ergens, want daar zag ik een bord met Fahrenheit. Hier is het, kijk maar. Ja. Ja, ik ben het enige Kamerlid een automatische chauffeur heeft. Ik ben president-commissaris bij de NZH. En dat is een grote vervoersmaatschappij. En hoeveel chauffeurs hebben we, Ron? Een paar duizend. Een paar duizend. Toen ik terugkwam van ziekte, toen zei de groepsdirectie tegen me, kijk jongen, dat jij je dood werkt, want ik was behoorlijk ziek geweest, dat kunnen wij verder niks aan doen. Maar we kunnen wel voorkomen dat je je dood rijdt. Bezig ben met die verplaatsing van de... Ja. En daar hadden ze 3,5 ton voor die verplaatsing uitgevuld. En we hebben net afgesproken dat het 5 wordt. Dus dat schiet er weer een beetje op. Wel verdiend, hier. Daar gaan we. Vandaag is echt zo'n typische kamerdag dat je als het ware door dit gebouw wordt opgeslokt. Je komt dan 's ochtends binnen en moet je meteen gaan vergaderen. En de ene vergadering loopt af en dan moet je snel naar de volgende. En dan weer naar de volgende en weer naar de volgende. En op een gegeven moment... Ja, is het eind van de middag, begin van de avond. Ja, en dan kom je buiten en denk je, god, wat voor weer was het eigenlijk vandaag? Dan ben je dus gewoon helemaal in dit gebouw, in de spelonken van het gebouw geweest. En verder weet je niet eigenlijk wat er in de buitenwereld gebeurt. Uh,
Ik neem dan een stapel stukken mee naar zo'n fractievergadering. Die duurt heel erg lang, van 1:30 tot 2:00. En soms, als er onderwerpen aan de orde zijn die me echt niet interesseren en waar ik geen belangstelling voor op kan brengen, nou, dan wil ik nog wel eens wat post lezen of stukken doornemen of een brief schrijven aan iemand of wat dan ook. Dus om toch een beetje het gevoel te hebben dat ik ook iets gedaan heb. Ik kan een voorbeeld geven. Gisteravond kwam ik om 22:00 thuis van een vergadering, 's avonds laat. En toen was er iemand aan de deur geweest en die had een... dit is de bel van het mondelinge vragenuurtje. Je moet straks bij zijn. Wie is voor het wetsvoorstel? GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, GPV, RPF, VVD, CDA, Groep Nijpels. Ik heb wel eens het licht in de gang aan moeten doen om überhaupt de weg naar buiten te vinden. En dan had de beveiliging, die had alle lampen al uitgedaan, maar die dacht dat er niemand meer in huis was. En ik dacht dat dat zo hoorde. Van 's morgens vroeg er nooit meer thuiskomen, zo ongeveer. Ja, en toen ik ziek werd, had ik tijd om erover na te denken. En toen ben ik dat iets meer gaan relativeren. Alleen ik heb nog wel eens momenten dat ik dat vergeet. Ja. Ik heb er gewoon voor gezorgd dat ik dan in de tijden dat hij er niet is, zelf mijn bezigheden heb. Dat ik niet hier gewoon elke avond op de stoel zit te kniezen van... Oh, waarom is hij er nu niet? Nee, gewoon ook bezig zijn. Ja. Ik zit niet thuis, weet je, te wachten en van... Goh, waarom komt hij niet? Ik bedoel, ik heb mijn eigen leven en mijn eigen werk. Ik heb toch ook regelmatig avond dat ik al om 10:00 thuis ben 's avonds. Dus in die zin valt het mee. En bovendien heeft hij een hele eigen carrière, zijn eigen werk... waar die erg in opgaat, dus wij zien elkaar vaak 's avonds laat en in het weekend. En nou, dat gaat prima. Vroeger zocht ik altijd nog even een klusje om de dag vol te maken, hè, achter mijn bureau. Maar ik ben nu wat sneller moe en zo, sinds ik ziek geweest ben. En daar moet ik me dus een beetje op aanpassen. Nou, dan ga ik ook wel eens om 8:30, 9:30 naar huis. Ja, dan ben ik om 9:30 thuis en dan hebben we toch nog wat in de avond. Ja, dan moet ik wel een beetje werken en zo, want er ligt natuurlijk post. Maar dan ben je toch thuis. Dus het is toch anders dan dat vroeger was. Ja. Er zijn wel eens momenten dat ik dus graag zou willen dat hij even met me mee zou gaan of zo. Maar zegt hij, nee, dat kan nu even niet. Dat vind ik dus wel eens jammer. Ja. Kijk, als Boris heeft geen tijd, dan houdt het op. Geen tijd. Nee, ik moet mijn werk doen. En heel soms beknelt me dat enorm en dan... Ja, vind ik dat ontzettend vervelend en wil ik graag iets anders. En voel ik me gevangen en dan wil ik ontsnappen en dat kan dan weer niet. En daar kan ik wel somber van worden. Weet je, toen ik ziek was, toen lag ik dinsdagsmiddags hier in het ziekenhuis naar het vragenuurtje te kijken. En daar ben ik na 3 keer mee gestopt. En toen kwam er een verpleegkundige bij me en die zei tegen mij... meneer Vos, moet u niet naar het vragenuur van de Tweede Kamer te kijken. En toen moest ik me eigenlijk inhouden om tegen te zeggen... nee mevrouw, ik heb weer wat beters te doen. Ja, want dan neem je wat meer afstand en dan zie je dat er soms ook dingen gebeuren... waarvan ik denk, mensen snappen het waarschijnlijk niet. Maar dat is nog niet eens het ergste. Het gaat waarschijnlijk ook nog nergens over. Wat Henk gelukkig maakt, het is toch in zijn gezin aanwezig zijn... Hij vindt het heel erg prettig om gewoon, we zijn er maar met z'n drietjes natuurlijk, met z'n drieën iets te doen. Maar hij maakt hem ook heel erg gelukkig als hij andere mensen dus inderdaad met iets kan helpen. En
Ja, dat geeft hem een tevreden gevoel als iets lukt. Ik zeg altijd, kijk, bij mijn moeder aan de muur hing een bord en daar stond op, je doet je best, meer kan niet en minder mag niet. En dat is dan wat ik die mensen te bieden heb. Ik doe mijn best. En dat is niet altijd een garantie dat het lukt. Maar je bent wel zo gemotiveerd om het uiterste eruit te halen. Iemand die zo gemotiveerd is om zijn werk te doen, moet je ook de gelegenheid geven, vind ik, om dat werk te doen. Ja. De televisiecamera is verklaard onder punt 8. Het kan ontzettend worden geamoeid en oeverloos dingen worden herhaald. Als één iemand een standpunt naar voren brengt, dan doet de volgende iets anders. En dan de derde sluit zich erbij aan en weer een vierde sluit zich erbij aan. Maar dan moet er ook nog dit of dat. Dus dat kan ontzettend lang duren allemaal. Het grootste vooroordeel dat over politici bestaat is dat er zakkenvullers zijn. Terwijl als ik kijk wat er van ze gevraagd wordt, het een redelijk betaalde functie is. En ik heb wel eens gehad dat ik op het station sta, met name 's avonds laat, na zo'n lang debat, dan is het 11 uur, 12 uur, dan sta je op zo'n trein te wachten. Nou, en ik heb wel eens meegemaakt dat ik dan uitgescholden word, maar ja, dat is hooguit eens per 3 maanden of zo, dat valt heel erg mee. Ik reis redelijk veel voor mijn werk. Ik ben altijd blij als ik weer boven Schiphol hang. Dan ga ik naar huis. Als ik terugkom van de vakantie en ik heb gevlogen en je vliegt dan naar Schiphol en het is niet bewolkt, ja, dan zie je echt Nederland liggen. En dat is dan toch wel ook een landje waar ik van hou. Het doet me altijd wel weer goed om terug te zijn. Ik vind Nederland een prachtig land. Dit is eigenlijk het mooiste kleurrijke land dat er in de wereld is. En bovendien, het Hollanders, dat zijn gewoon, ja, slag mensen dat mij bevalt. Die kankeren op tijd, die hebben een merkwaardig soort humor. Een beetje morbide ze nu en dan. Zijn een beetje anarchistisch aangelegd. Ja, nou, dat vind ik dus wel leuk. Je wordt ook vaak herkend op straat dat mensen dan toch tegen je beginnen te praten. Van de ene kant is dat leuk, maar van de andere kant vergeet je dus ook nooit wie je bent en wat voor werk je doet. Daarom vind ik het ook altijd heel erg leuk om in Amsterdam met toeristen te praten die je gewoon niet kennen. En gewoon over heel andere dingen, dat vind ik heerlijk. Ja, dan heb ik ook het gevoel dat ik er even uit ben. Through the years you wasted, I waited patiently while the joys you tasted, not a word from me. Now the age is creeping across your pale gray brow. 'Tain't no use in weeping.
it's too late now. Yeah. Hoi. Ik ben onderweg naar huis nou. En Ron, waar zitten we ongeveer? Kilometer of 10 voor Drachten. Kilometer of 10 voor Drachten zitten we nou. Dus ik denk dat we 9 uur zijn we er wel. Ja? Is er nog wat bijzonders? Nee? Heeft Jaap nog gebeld? Tutu. Mijn vader was een rode veldwachter in de gemeente waar we nu doorrijden hier. Hoge Zandsebbermeer. En die zei altijd tegen mij, kennis is belangrijk, jongen. Ik zei, ja. Hij zei, maar kennis ook. Ja, dus als je praat over problemen, dan is het goed om het probleem zelf voor jezelf te analyseren. Maar het is ook heel goed om te weten met welke mensen je moet spreken om het op te lossen. Nou, mijn vader en mijn moeder stemmen op mij. Want mijn vader noemt het een familieverplichting. Om zijn zoon in de politiek zit op mij te stemmen. Maar erg actief zijn ze niet. Maar ik word wel vaak opgebeld als ik op de televisie ben geweest. En nou, dan krijg ik altijd wel te horen of ze het goed vonden of niet. Of dat mijn stropdas scheef zat of wat dan ook. Toen ik beëdigd werd voor de eerste keer als lid van de Tweede Kamer. Toen is mijn moeder erbij geweest en mijn vader was al 7 jaar overleden. En toen dacht ik, ik wou dat hij erbij had kunnen zijn, weet je. En 4 maanden later, toen was ik blij dat mijn moeder er nog bij geweest was. Want toen was die overleden. Die mensen hebben mij grootgebracht. En alles wat ik sociaal gezien in mijn lichaam heb, dat hebben zij me dus bijgebracht. En ja, ik ben er nog steeds heel trots op dat ik volksvertegenwoordiger ben. Want dat is het hoogste ambt in Nederland, weet je. Ik ben trots op mijn vrouw en mijn dochter. Want die hebben zo ongelooflijk veel moeten geven. Terwijl ze, als het ging om mijn positie in dit gezin, er volgens mij veel te weinig voor teruggekregen. Ja, dat is zo. Maar als je nou zo gek bent van je werk, hè, en zo graag het werk doet, dan vind ik het niet dat je dat moet verwijten, dat hij wat niet zoveel tijd in zijn gezin heeft gestoken. Maar, want het is niet zo dat wij ons nou benadeeld voelen. Want als hij thuis is, nou, dan is hij thuis. Hallo. Hallo. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll be the pennies on your eyes for you, baby. I want to take you